Zo, goedenavond allemaal op deze vierde Uropop Band Battle. Denk ik erg deugd dat, ook al dat er een band is die ook al gewoon voor het vierde jaar hier is. Die Glückliche Raadvaarder, daar mogen op zich al eens veel geklappen. Vanavond zou ik eigenlijk met 4 bands zijn. Helaas, het 1 band moet afzeggen wegens ziekte. Maar goed, mocht de pret niet drukken, we gaan toch de Uropop Band Battle doen met 3 acts. We beginnen eigenlijk met de Kras Band, dan de Glückliche Raadvaarder en dan Secluded. En de jury is er klaar voor. Ik wil nog even iets zeggen over de jury die oordelen of die jureren op 4 categorieën. Per categorie zijn er 10 punten te behalen, dus ieder band kan 40 punten halen. Keer 3 juryleden is maximaal 120. Met de meeste punten die gaan door naar de finale over 2 weken. En maak dan kans op een plekje op Uropop. Kras, jongens, zet hem op, kom op beginnen. Yo, wij zijn Kras. Ik ben Vince en ik speel gitaar. Ik ben Irene, ik speel bas. Ik ben Joep en ik speel drum. Net hebben wij een mooi setje gespeeld op de Uropop Band Battle. Hopelijk zijn we door naar de finale. Volgende week spelen wij ook op Pop Podium Short in Roggel. Tot dan. Hoi. Hallo, ik ben Rob van die Glückliche Raadvaarder en de Duitse naam Geleen Banddoetrumein. Normaal staat hij mijn zoon Vince op gitaar, daar staat onze drummer Chris. We doen voor de 3e keer om het en de Uropop Band Battle. We willen dat we dat leuk vinden en misschien een keer een hele band op Uropop. Op 19 januari Café de Meester in Geleen. Treden we ook weer op samen met Kotste Paasje. Er wordt zometeen door de jury bepaald welke band er doorgaat naar de finale op 1 december. Nou, vandaag hebben we de voorronde van de Uropop Band Battle. Er zijn 2 voorrondes, vandaag is de eerste. Vandaag hebben we gehad de Glückliche Raadvaarder uit Roermond. We hebben de Kras Band uit Roermond gehad. Geweldige bands, allebei. En zometeen speelt nog Secluded, de rapper uit Urmond. Maar homeless. Tell me, where are you going? You got all up in the mixture. They'll tell you what to do, like, sir, can I take a picture? May I have your autograph, even though the show is there. Er zijn een aantal criteria die de jury hanteert. Onder andere originaliteit, hoe de band het op het podium doet. En een algemene indruk natuurlijk. Goedenavond, ik zal mezelf voorstellen. Ik ben Secluded, geboren en getogen in Urmond. Momenteel woonachtig, we zijn nog een beetje vol adrenaline, in de gemeente Stijn. En ik maak hip-hop muziek. Dat doe ik, nou, ik denk ruim 20 jaar. Ik heb verschillende dingen gedaan, zowel op beats als met band. En momenteel ben ik weer terug naar de basis en doe ik mijn dingen vooral op beats. En zal ik februari, maart 2019 mijn album genaamd Superstar presenteren. Ik zal het voorstellen, dit is Secluded. We hebben een aantal muzikanten metgenomen. Op drums, Oquaro. Op bas, Oquaro. Toetsen, Oquaro. En Johan. Dit heet op playduur. Dat is een hele belangrijke functie. Dat is, daar begin ik de dagen niet met. Ja. Op de playduur. Maar jongens, dit nummer dat ging over opgroeien, man werden, verantwoordelijkheden dragen. En in de jaren van opgroeien is een hele hoop muziek voorbij gekomen, hoe veel geïnspireerd door raakte. En het volgende nummer, zo vrucht al kennis bij laten maken. Blow, let's go. Je kan me ook vinden op mijn website, dat is www.sbrstr.eu. En wie weet, nee zeker weten, kom 1 december naar die finale van de Uropop Band Battle, hier in de kelder in Urmond. Zorg dat je erbij bent. Jij, allemaal. 1 december, in de kelder, Secluded, let's get it. Wij door ziekte helaas maar 3 acts vanavond, waarvan er 2 doorgaan naar de finale over 2 weken. En één dat valt helaas af. Nu van de act die wat in ieder geval doorgeeft naar de finale 1 december is Secluded. We hebben vanavond deelgenomen aan de Uropop Band Battle. Het ging boven verwachting goed. We voelden ons lekker op het podium. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we hier ten eerste aan mee mogen doen. Maar we zijn uiteraard nog veel blijer met het feit dat we door zijn naar de finale. Nou, de band wat bier weet... Nee, ik ga het anders doen. De band wat niet bier weet. De band wat niet bier weet, wil ik wel adviseren om vorig jaar alsjeblieft weer in te schrijven. En dat zijn de Glückliche Raadvaarder. Kras is door. Dankjewel voor vanavond. Goed toes. En Geert de volgende jaar en Geert de nu van 2 weken. Weer 2 pauses leeg met betalen bezorging.